De jongste van het stel. Ik zou je vertellen, toen ik jouw leeftijd was, zat ik op de bank met puisten en heel veel chips. Maar jij staat hier. Ja, te gek natuurlijk. Ik bedoel, dit maak je nooit in je leven mee. Daar ben je heel dankbaar voor om daarmee te beginnen. Ja, en ik wil natuurlijk gewoon op de plannen springen. Het is hartstikke spannend. En je gaat dezelfde sprong doen als Jolie. Maar die doet hem van de 7,5. Hoe ga jij nou voor zorgen dat jij in de finale terechtkomt? Planktechniek is iets anders dan een torentechniek, als je het zo mag noemen. Dus ik hoop dat ik daar mijn punten kan halen. En, en als ik door mag, dan ga ik iets doen van hoog op de hoogte. Oh, spannend, spannend, spannend. Hé, je trilt helemaal, dus word even rustig. Succes. Ik ga naar de jury. Frans. Ralf, heel goed plankgebruik. Dat zie je. Die plank, nou ja, die veert is een gek. Je spint dan ook zo enorm hard dat je dus nu overslaat. Ik zou bijna zeggen, je maakt 3,5 salto. Maar nog niet deze week. Heel erg goed. Jammer van de landing. Gaat je start. Paar punten. Heel goed, dankjewel, Daphne. Ja, dat plankgevoel is fantastisch. Je zei dat je volgende week hoger doorgaat. Maar ik heb gelezen dat je Europees kampioen kan worden van de 3 meter. Die toren heb je helemaal niet nodig. Nee, die deed het echt fantastisch. Jammer van de landing. Je ging zo snel dat je er overheen ging. Dat kan gebeuren. Ja, ik heb de vrees van genoten. Franse punten graag. Ik geef voor nu een A. No shit, Sherlock. Gedeelde vierde plaats. Dus samen met Dirk, het wordt nog spannend. Maar ja, je weet het zelf, we zijn er nog niet. Wil je dat wel doorgaan naar de grote finale? Bel dan 0909-1360 of straks vooral vroegen. 460, meneer. Weet ik veel. Nou, dat was een dankjewel. Ah!